Dank u wel, meneer de voorzitter. Een paar weken geleden heb ik een aantal vragen gesteld aan de minister-president over de taak en bevoegdheden van de AIVD, aangezien hij de coördinator inlichtingen en veiligheidsdiensten aanstuurt. Maar hij verwees me naar de minister van Binnenlandse Zaken, dus probeer ik het hier vandaag graag opnieuw. Ter inleiding van de vraag 3 feiten. Feit 1. De AIVD heeft op grond van artikel 8 van de WIF de wettelijke taak om onderzoek te verrichten naar personen en organisaties die door hun activiteiten een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde. Feit 2. De AIVD beschrijft in zijn rapport over het zogenaamde anti-institutioneel extremisme dat het uitdragen van het zogenaamde kwaadaardige elite-narratief wordt aangemerkt als een activiteit die een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde. En feit 3. In het dreigingsbeeld terrorisme nummer 58 van mei 2023 staat dat ook Tweede Kamerleden dat kwaadaardige elite-narratief zouden verspreiden. Als ik deze drie feiten met elkaar verbind, dan leidt dat volgens mij tot de onvermijdelijke conclusie dat de AIVD op dit moment, as we speak, dus de taak heeft om onderzoek te verrichten naar die desbetreffende Tweede Kamerleden en voor de uitoefening van die taak dus ook onder meer bevoegd is om die Kamerleden af te luisteren, heimelijk te observeren, hun woningen te doorzoeken, verborgen camera's te plaatsen, de organisaties waar zij deel van uitmaken te infiltreren en ga zo maar door. En mijn vraag is eigenlijk heel eenvoudig, het is een feitelijke vraag. Dus niet gericht op individuele casuïstiek. Ik hoef niet te weten wat er precies gebeurt of welke Kamerleden het betreft. Maar klopt het dat de AIVD inderdaad deze taak heeft? En van welke bevoegdheden kan de AIVD dan precies gebruik maken? Dank u wel. Dank u wel. Ja, voorzitter, nogmaals, mijn vraag ging niet per se over welke onderzoeken de dienst verricht. Ik vraag naar de bevoegdheden die ze op dit moment hebben. Of ik de conclusie die ik uit mijn feiten trek, of die juist is, of de minister die kan bevestigen dat ze dat weigert, dat ze geen antwoord geeft op de vraag, vind ik eigenlijk al zodanig zorgwekkend. Het enige juiste antwoord zou zijn, vanzelfsprekend worden Kamerleden die alleen maar kritisch zijn en een bepaald gedachtegoed verspreiden, niet om die reden onderzocht. We leven namelijk in een democratie. Kamerleden controleren de regering en niet andersom. En dat de regering de diensten überhaupt in kan zetten, dat dat niet wordt uitgesloten om politieke tegenstanders te monitoren. Ja, nogmaals, het is buitengewoon zorgelijk en als hier op deze manier gebruik van gemaakt wordt, bevinden we ons echt op een hellend vlak. En ja, ik zou toch heel graag willen dat de minister gaat uitsluiten dat dit op dit moment gebeurt. Ja. Ja. Ja, ik blijf bij het antwoord dat ik nooit in zal gaan op specifieke casuïstiek. In het algemeen kan ik zeggen wat ik net zei en dat herhaal ik dan ook bij deze. De dienst kan onderzoek doen naar personen en organisaties die een dreiging vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde. Dank u wel.